1 op 1, de lijsttrekkers, met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Van harte welkom live vanuit Nieuwspoort. Nog 2 weken te gaan tot de verkiezingen. En dus praat ik hier elke dag met een lijsttrekker op basis van het verkiezingsprogramma. En toets ik de ideeën en de plannen op de haalbaarheid en de consistentie. Vandaag een nieuwe ster aan het firmament. Ze is de lijsttrekker van 50PLUS, opvolger van Henk Krol dus. Die, zoals u allemaal weet, na een hoop ellende en ruzie vertrok bij die partij. En nu heeft zij het stokje overgenomen. Op de bres voor de ouderen, de pensioenleeftijd moet weer terug naar 65 en de inkomens van gepensioneerden moeten worden gerepareerd, want die hebben de afgelopen 10 jaar geleden onder het niet indexeren van die pensioenen. Ook extra geld voor de gezondheidszorg en de rekening, komt die niet heel erg terecht bij de volgende generaties? Dat zijn vragen die hier aan de orde komen. Lilian Den Haan, goedemorgen. Goedemorgen. Het verkiezingsprogramma, op de kaft van dat programma staat een verrekijker. Heb ik die straks nodig om u terug te vinden in de uitslag? Nou, ik hoop het niet, nee. Nou ja, u staat tussen de 1 en de 3 zetels. Dat zijn er nu 4. Ja, nou ja, ik zag inderdaad bij Kantar dat de peiling op 4 stonden. Dus nou ja, ik ga altijd maar van het positieve uit. Maar die verrekijker die is eigenlijk meer bedoeld vanwege het feit dat je niet een politieke scope moet hebben van 4 jaar, maar een politieke scope moet hebben van langer weg, zeg maar. Verder weg. Ja. Ja, nou, er is een hoop ruzie in de tent geweest. Recentelijk ook nog. 2 statenleden opgestapt. Onvrede in de fractie in wording, zal ik maar zeggen. U zou nieuwe kandidaat-Kamerleden behandelen als personeel. Bent u een soort Maggie Thatcher van de oudjes? Nee, maar je hebt wel heel erg te maken met wat je net zegt, met een oude partijcultuur en een nieuwe partijcultuur. En ja, wrijving, geen glans zonder wrijving. Dus ja, weet je, dat hoort er ook een beetje bij. Ja, maar dat geldt ook voor die nieuwe lijst dus. En u bent de nieuwe lijsttrekker. Ja, dat geldt ook voor de nieuwe lijst. Maar ja, we moeten het straks in de fractie toch met elkaar doen. Ja. We hebben leden binnen 50PLUS. Die leden hebben een verkiezingsprogramma vastgesteld. Ja. Die hebben een lijsttrekker vastgesteld. Die lijsttrekker is politiek leider. En wij moeten met elkaar een fractie gaan vormen. Ja. En ja, daar gaan we ook het uiterste op inzetten. Ja. Maar je ziet inderdaad wel een verschil van mening als het gaat over hoe willen wij zeg maar die partij vormgeven. Ja. Nieuwe partijcultuur vind ik heel erg belangrijk. We moeten voor de inhoud gaan. We willen graag rust en vertrouwen. Ja. En dan ga je veranderen. En ja, nou, dat geeft ook altijd gaandeweg wat gedoe. Geen Maggie Thatcher van de oudjes? Nee hoor. Nee, dat is maar goed ook, want weet u wat een van haar bijnamen was? Iron Lady. Ja, en Attila de Hen. Nou ja, mevrouw de Haan. Het komt qua achternaam dichtbij, toch? Ja, zo is het. Van harte welkom. We moeten praten. Welkom bij 1 op 1. De AOW-leeftijd moet terug naar 65. Nee, daar hadden wij de vorige keer in de uitzending ook al wel een discussie over. De AOW-leeftijd moet terug naar 65. In het verkiezingsprogramma staat dat de AOW-leeftijd niet terug moet naar 65. Maar daar staat letterlijk, wij willen een volledige AOW-uitkering op 65. En 50PLUS wil een volledige AOW-uitkering op 65-jarige leeftijd. Ja, een volledige uitkering op 65-jarige leeftijd. Ja, dat en betekent dan toch dat iedereen van 65 die volledige AOW-uitkering krijgt? Dat kan, dat is een keuze. Dus wij willen naar een flexibele AOW. Je hebt nu in de pensioenwet is natuurlijk het eikpunt is 67 jaar. Ja. Daar houden wij ook aan vast, dus daar gaan we verder niet aan tornen. Dus het is niet zo dat iedereen van 65 met pensioen mag, wat u betreft? Niet automatisch, nee. Dus wij willen naar een flexibele AOW. Wij vinden heel goed namelijk dat mensen een eigen keuze kunnen maken als het gaat over wanneer ga je met pensioen. Dat kan ook al in het aanvullende pensioen. Daar kun je ook al kiezen voor deeltijdpensioen. Ja. En we vinden dat ouderen prima in staat zijn om te zeggen, ik wil korter werken. Dus ik wil met 65 met pensioen of wil misschien wel langer werken. Want dat zie je ook. Maar toch staat hier 50PLUS wil een volledige AOW-uitkering op 65-jarige leeftijd. Ja, dat klopt. Dus dat betekent dat iedereen die met 65 met pensioen wil een volledige uitkering krijgt. Ja, dat maar klopt. Maar ja, nou, iedereen wil misschien wel met 65 met pensioen. En dan wil jij natuurlijk weten waar ga je dat van betalen. Ja, weet je wat dat kost? Ik weet wat dat kost. Namelijk? Kijk, waar wij naar gekeken hebben is hoeveel inderdaad... Hoeveel kost het? Ja, ik weet niet precies wat het kost. 12 miljard. 12 miljard. Waar wij naar gekeken hebben is dat we het belangrijk vinden dat mensen zelf kunnen beslissen. Dan zie je bijvoorbeeld in het aanvullende pensioen ook, als je eerder met pensioen gaat, dan krijg je ook minder geld. Ja. Wat wij dus doen, is we verhogen de AOW met 10%. Ja. Dan kom je nog 4% tekort. Ja. En dat moet je gaan sparen. Dat kun je gaan sparen samen met je werkgever en met de overheid. Maar dat is het aanvullend pensioen? Nee, dat gaan we ook in de AOW doen. Ja,
Maar toch krijgt iedereen een volledige AOW-uitkering op 65-jarige leeftijd. Ja, dat is mogelijk in deze opzet. Ja, maar dan gaat toch iedereen op 65-jarige leeftijd stoppen met werken? Nee, dat denk ik niet. Want voor heel veel mensen is werk toch ook een belangrijke invulling van hun leven. Maar als je kijkt naar de huidige cijfers, er zijn nu 3 miljoen mensen die met AOW zijn, dus met pensioen zijn. Ja. En van die 3 miljoen werken er 180.000. Ja, maar je ziet dat er steeds meer mensen komen die willen blijven werken. Je ziet bijvoorbeeld ook in sommige beroepsgroepen dat het heel lastig is om door te gaan werken. Dan heb je nog steeds het automatische leeftijdsontslag in bepaalde cao's. Dat moet er natuurlijk ook af. Dat zijn met name de zware beroepen? Nee, niet alleen maar. Als je bijvoorbeeld kijkt naar rechters, die moeten ook stoppen als ze 70 zijn. Ja. En heel veel daarvan willen ook graag doorwerken. Ja. En wij gaan er ook vanuit. Iedereen wordt ouder. Ja. Iedereen blijft langer leven. Gelukkig ook gezond. Ja. En mensen vinden het ook heel belangrijk om een invulling te hebben. Wellicht niet volledig. Hè. Je ziet ook dat mensen zeggen, ik wil wel doorwerken, maar ik wil deeltijd doorwerken. Dat moet ook mogelijk zijn. Ja. En al die facetten bij elkaar, daarvan vinden wij dat mensen de keuzevrijheid moeten hebben om te zeggen, oké, dan ga ik eerder of ik ga later met pensioen. Ja, nou is er een pensioenakkoord. Ja. Een tijdje terug. In een vorige functie hebt u dat pensioenakkoord gesteund. De partij niet. Is de partij nou voor of tegen dat pensioenakkoord? Nou, ik probeer het elke keer als volgt uit te leggen. En dat lukt eigenlijk ook vrij goed. Er is een hoofdlijnakkoord gesloten waarin een richting is aangegeven. En ik heb in mijn vorige functie gezegd, ik ben het met die richting eens. Maar vervolgens moet het uitgewerkt worden in een compleet pensioenakkoord. Ja. Daar zijn ze nu mee aan de gang. Ja. Dat is er nog niet. En ik vind dat je kunt wel nee zeggen, maar daar bereik je niks mee. Dat maar zie is je het ook dan een ja? aantal partijen. Nee, dat is niet ja. Nee, want maar die uitwerking is er nog niet. Dus nee, die maar uitwerking van dat hoofdlijnakkoord, daar zijn we nu mee bezig. Ja. En als dat gepresenteerd wordt, dan zullen we dat naast ons wensenlijstje moeten leggen om te kijken of wij met dat hele pensioenakkoord het mee eens kunnen zijn. Ja, zoals maar het er nu naar uitziet, wordt het een nee. Dus er moet inderdaad nog wat een en ander gebeuren. Maar in een eerdere functie zei u ja. Nee. Ja. Nee, want toen, ja. Want toen lag die uitkering er nog niet. Ja, maar ik ben heel erg van het ja zeggen. Nee, maar luister, want ik vind het belangrijk om voor iets te strijden. Maar in het vorige, jij noemt het een pensioenakkoord. Wij noemen het een hoofdlijnenakkoord. Zijn er richtingen aangegeven. Ja, en met die richtingen was u het eens. Ja, en daar ben ik het nog steeds mee eens. Maar uw partij was het daar niet mee eens. Dat klopt, dat klopt. Maar wat wij nu binnen de partij hebben gezegd, luister, we kunnen nee blijven zeggen, maar dan sta je altijd aan de zijlijn. Dat zie je ook bij een aantal partijen. Nee is nee en dan word je ook niet gehoord. Maar in het verkiezingsprogramma lees ik ook geen pensioenkortingen meer. Mm-hmm. De crux van dat nieuwe akkoord, of hoofdlijnenakkoord, of hoe je het ook wilt noemen, mm-hmm, is nou net dat als het slecht gaat met de economie en slecht gaat op de beurs, dat die kortingen er zullen zijn. Ja, maar dan vergeet jij te vertellen dat in het huidige pensioenakkoord is het zeker minder. En in het pensioenakkoord is het minder zeker. Nee, maar er staat in het verkiezingsprogramma geen kortingen meer. Nee. Daar kunt u dan toch niet beloven als u het eens bent met die hoofdlijnen? Ja, wij gaan strijden voor het feit dat we vinden dat er niet meer gekort moet worden. Hè? En als je ook kijkt naar die hele overgangsperiode, daar zou je bijvoorbeeld met de rekenrente iets kunnen doen, waardoor ook die kortingen niet meer hoeven. Dat die rekenrente is van tafel, daar komt een ander systematiek. Klopt. Dus dat is al geregeld. Dat is al geregeld, dus dat hebben we gehad. Ja. Maar als je nu kijkt in het huidige pensioenstelsel, dan wordt het zeker minder. Ja. Ja. En dat is iets wat we zeker niet willen. Dus dan ga je voor een stelsel waarbij je inderdaad meebeweegt en waarbij het minder zeker is. Dus als je eerder genomen standpunt van 50PLUS, toch even voor de mensen die overwegen om op uw partij te stemmen. Namelijk tegen dat hoofdlijnenakkoord. Daarvan zegt u nu, wij zijn voor dat hoofdlijnenakkoord, maar we gaan nog praten over de nadere invulling daarvan. En als dat niet goed genoeg is, zijn we alsnog tegen, maar ik neig nu naar ja. Nee, ik neig nu niet naar ja. We hebben de richting ja gegeven. En we hebben gezegd, we gaan de uitwerking bekijken. En in die uitwerking gaan we ons wensenlijstje heel duidelijk kenbaar maken. Dat hebben we ook gedaan. Ja. En als die uitwerking wat mij betreft, want daar gebeurt het. In die uitwerking, daar ga je zien wat voor effect het gaat hebben. Goed. En als dat niet goed is voor mijn doelgroep, dan gaan we daar niet mee akkoord. Kunt u nog eens even uitleggen hoe de AOW wordt gefinancierd? Hoe bedoelt u? Nou, laat ik het dan het antwoord geven. Ja. De AOW wordt opgebracht door mensen die werken. Jazeker. Ja, ja. Dus u en ik, dus iedereen die werkt, die betaalt de AOW van mensen die nu de pensioengerechtigde leeftijd hebben. Dus de arbeidsproductiviteit is belangrijk. Ja. En nou blijkt uit de doorberekening van het Centraal Planbureau van uw verkiezingsprogramma dat de werkgelegenheid in uw programma daalt op termijn. Met andere woorden, er zijn minder mensen aan het werk die dus minder mensen betalen, die kunnen betalen voor de AOW van de mensen die daarvan genieten. Met andere woorden, is het dan naar ons de zonvloed? De generatie boomers, om het dan maar hip en modern te zeggen, die mag lekker met 65 met pensioen en daarna hebben we gewoon te weinig mensen die het allemaal kunnen opbrengen? Nee, want de werkgelegenheid daalt inderdaad, maar de werkloosheid neemt behoorlijk af. Dus de werkgelegenheid, dus het verdienvermogen van het land, daalt.
Uiteindelijk, ja. Ja. En de doorberekeningen zijn tot 2060. En wat wij natuurlijk heel belangrijk vinden is om inderdaad niet... want dat zie je bij alle doorberekeningen van alle politieke partijen... dat als je het naar 2060 zou doortrekken zonder ook maar iets te doen... Ja. dat dan de financiële lasten bij de volgende generaties exact. Komt liggen. Het Centraal Planbureau, ik heb het hier liggen, de doorberekening... Ja. zegt dat u de rekening bij de volgende generaties neerlegt. De staatsschuld... stijgt met 22% omdat u meer geld uitgeeft dan er binnenkomt. Ja, je ziet inderdaad dat bij ons ook de staatsschuld stijgt... als je kijkt naar het programma tot 2060. Dat zie je bij alle partijen. Ja, maar bij partijen. U stijgt die met 22%. Nou, ik heb partijen gezien waar ze veel hoger zijn. Nogmaals, wat wij heel erg belangrijk vinden... is om, zeg maar, nu op dit moment... we zitten met een economische crisis, we zitten met een sociale crisis. Ja. De impact van corona is enorm groot. Ja. We willen de inkomensongelijkheid, die willen we af laten nemen... want het is op dit moment ook... een groot probleem. Maar de doorberekening... En we willen de werkloosheid laten dalen op korte termijn. Ja, nee, en dat is wat lukt, in ons plan inderdaad lukt. Ja. Maar de werkgelegenheid daalt. Met andere woorden, het aantal nieuwe banen, de groei van de economie, daalt op de lange termijn. En nu zei je net aan het begin van deze uitzending over die KAFT, dat die verrekijker nou bedoeld was voor de langere termijn. Conclusie, u zadelt de toekomstige generaties op met een schuldenlast. Alle politieke partijen in alle doorberekeningen, daar zie je hetzelfde staan. Dat als de maatregelen worden doorgevoerd tot 2060... dan gaan de volgende generaties daar last van krijgen. Dat is natuurlijk niet wat er moet gebeuren. Maar dat is wel wat u voorstaat met dit verkiezingsprogramma. We wisten 2-3 jaar geleden ook niet dat er een coronacrisis zou komen. Dus met de impact daarvan moet je ook rekening houden. Ja. Wij vinden het belangrijk dat op dit moment de werkloosheid daalt. En laten we ook even eerlijk zijn. Ja. We werken ook allemaal, we worden ouder en we gaan ook allemaal langer doorwerken. Maar, dus die effecten die zul je op lange termijn ook mevrouw gaan zien. Maar mevrouw Den Haan, in het vorige verkiezingsprogramma in 2017 stond nog... dat we volgende generaties, we, 50 plus dus... Zeker. Niet moesten opzadelen met extra schulden... en dat daarom die staatsschuld moest worden afgebouwd. Dit is dan toch iets totaal anders. Ja, maar ik heb ook begrepen van belangrijke economen... die zeggen die staatsschuld, je hoeft je nog geen zorgen over te maken... die kan makkelijk stijgen tot zo'n 80%. Dus het is geen enkel probleem om de schulden neer te leggen... bij de volgende generaties? Dat gebeurt in ons programma niet. Wij willen zeker niet de schulden neerleggen bij de volgende generaties. Maar we moeten op korte termijn moeten we wel een aantal maatregelen nemen. Maar u zegt, we willen dat niet, maar u doet het wel. Ja, maar alle politieke partijen doen dat. Ja, maar u dus ook. Ja, wij hebben inderdaad nu maatregelen genomen... die we voor de komende 5 tot 10, 15 jaar belangrijk vinden. Ja. En dan moet je vervolgens je scope weer bijstellen. Ja. Misschien krijgen we nog wel een crisis. Of misschien gaat het ineens wel heel erg goed. Sterker nog, als je kijkt naar de afgelopen decennia... dan is er ongeveer elke 10 jaar een crisis. Ja, helaas. Dus dat betekent dat je dat elke keer moet bijstellen. Dus ik vind de doorrekening tot 2060 vind ik ook erg lang. Ja. Dus ja, ik vind ook dat we daar over 4, 5 jaar nog eens een keer naar moeten kijken. Ja. En nogmaals, alle politieke partijen doen dit... omdat ze op korte termijn maatregelen moeten nemen die geld kosten. Maar u hebt altijd gezegd, wij zijn er niet alleen voor deze generatie ouderen... ook voor Zeker. De volgende generatie ouderen en ook voor hun kinderen... en voor hun kleinkinderen. Maar dat blijkt niet uit dit verkiezingsprogramma. Dat zie je heel duidelijk. Ja, dat zie je heel duidelijk in het verkiezingsprogramma. Nee, dus er gaat bijna geen extra geld naar onderwijs. Klimaat wordt bijna niks aan gedaan. Met andere woorden, kinderbijslag wordt afgebouwd, wordt gekort. Je ziet in ons programma dat de lage inkomens, de lage middeninkomens... en bijvoorbeeld ook gezinnen en zeker natuurlijk ook de gepensioneerden... er allemaal op vooruit gaan. Dat vinden we op dit moment heel erg belangrijk. Nou, maar zeker de gepensioneerden, ja. Dus nee, dan is het ook, toch naar ook ons de gezinnen, gezond. Maar ook de gezinnen en de mensen met een laag en laag middeninkomen. U trekt 5 miljard uit, grosso modo, de komende 4 jaar extra voor zorg. Ja. Nou, die zorgbegroting die stijgt elk jaar. De laatste jaren zelfs met 5 miljard per jaar. Ja. Daar doet u dus nog een keer 5 miljard bovenop. Ja. En als je dan kijkt naar de groei van het bruto binnenlands product... dat is wat we met z'n allen verdienen... dan stijgt dat in uw programma nauwelijks. Mm-hmm. En die zorgkosten zijn nu al 13% van dat bruto nationaal product. Met andere woorden, we gaan minder verdienen... of in ieder geval, er komt nauwelijks iets bij... maar u gaat wel veel en veel en veel meer geld uitgeven aan en de AOW en aan de zorg. Ik weet niet hoe het met uw huishoudboekje is... maar smijt u zelf ook met geld als het niet binnenkomt? Nee hoor, maar soms moet je investeren. Kijk, je kunt iets kosten noemen en dan is het weggegooid geld. Wij noemen het een investering. Ik vind het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in de zorg. Als je ziet dat onze zorgmedewerkers ongelooflijk hard werken... en wij vinden dat ze een beter salaris verdienen. Ja. Maar we vinden ook dat er ingezet moet worden... bijvoorbeeld op zorg dichtbij, nieuwe technologie. Ja. En dat kost geld. Ja. Daarbij vind ik het heel belangrijk dat er gekeken wordt naar onze zorgstelsels. We hebben 3 wetten, eigenlijk 4 wetten. Ja. Die moeten we samen gaan
aanpakken. Daar moeten we goed naar kijken. En eigenlijk zou preventie, waar wij ook geld voor uittrekken, veel meer onderdeel moeten zijn van de geneeskunde. En dan zul je zien dat als je dat gaat doortrekken, ja, dat je een volgende regeringstermijn misschien wel minder geld kunt gaan uitgeven. Maar ja, dat is al sinds de jaren 90 wordt dat geprobeerd. En in de praktijk lukt het nooit. De afgelopen 10 jaar is de begroting voor de zorg verdubbeld. Maar daar heb je helemaal gelijk. En de vergrijzing loopt nog door. Ja. Dus de kans dat die zorgbegroting naar beneden kan, is gewoon nihil. En toch geloof ik dat niet. Ik denk namelijk echt dat die zorgbegroting naar beneden kan. Als je kijkt naar hoeveel onvoorstelbaar veel onnodige handelingen er in de zorg plaatsvinden. Onnodige doorverwijzingen, handshake DBC's, noem het allemaal maar op. Dat kan anders. En je ziet dat er heel veel pilots op dit moment plaatsvinden als het gaat over zinnige zorg. Ja. Zorg op de juiste plek. Ja. En dat zijn projecten. Dan zie je dat het effect heeft. Dat wordt ook uitgerekend. En vervolgens laat ze het weer achter zich. Daarnaast zitten er buitengewoon veel perverse prikkels in de verschillende zorgwetten. Mm. Waardoor er veel te weinig wordt geïnvesteerd op preventie. En ik denk echt, als we daarop inzetten, dat we dat terug zullen zien in de kosten. Desalniettemin trekt u 5 miljard extra uit bovenop al dat geld dat er al extra naartoe moet. Nou, was er een jaar of anderhalf geleden een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. En dat constateerde, jongens, als die zorgbegroting alsmaar uitdijt en groter en groter en groter wordt, dan hebben toekomstige generaties echt niet meer het sociale vangnet dat we nu gewend zijn. En dat is nou precies wat u doet. Nou, wij trekken natuurlijk nog veel meer geld uit op het gebied van sociale zekerheid. Maar u heeft gelijk, de zorg inderdaad met 5 miljard, 4,9 miljard. Heel belangrijk. Ja. En wat ik net ook al aangaf, we hebben een economische crisis gehad. We hebben een sociale crisis gehad. De impact van corona is enorm, met name op de zorg. En wat daar ook positief aan is, want je kunt heel veel negatieve noemen. Wat het positief aan is dat de zwakke plekken in die zorg heel duidelijk zichtbaar zijn geworden. Ja. En die zwakke plekken die kosten geld. En als we die zwakke plekken kunnen aanpakken, plus het feit dat we hebben een nationaal preventieakkoord, wat ik zelf nogal ambitieloos vind. Als dat veel strakker kan, dan zul je zien dat je uiteindelijk ook preventie onderdeel maakt van die geneeskunst en geld gaat besparen. En dan kunnen die zorgkosten weer omlaag. Maar het moet wel gebeuren. Preventie hoe dan? Wat dan? Wat mogen we allemaal niet meer doen dan van nu? Nou, je mag van alles doen, want we hebben natuurlijk een vrij land. Maar als je kijkt bijvoorbeeld dat er in het preventieakkoord wordt ingezet op roken, op overgewicht en bijvoorbeeld op gezond eten en bewegen. Alcoholgebruik. Alles. Drugs, maar zit er allemaal al in? Het hele stukje leefomgeving, klimaat wordt bijvoorbeeld niet meegenomen. Dat zou ook in dat preventieakkoord moeten zitten. Ja, klimaat trekt u zelf ook bijna geen geld voor ja, uit. Ja, zeker wel. Leefbare, sociale wijken. Als je bijvoorbeeld even kijkt naar het Nationaal Hitteplan. Hitte, dat stukje klimaat, heeft een enorm effect op gezondheid. Daar trekken wij zeker wel geld voor uit. Maar dat zijn allemaal incidentele projecten. 40 dagen geen druppel elk jaar in januari. Ja. Het heeft geen enkel effect. Waarom? Mensen gaan niet minder drinken structureel, doen dat alleen in die maand. Maar de echte probleemdrinkers, die hebben andere problemen die niet worden aangepakt. Ja. Dus daar zou, denk ik, de inzet op moeten. Maar dan is, je hoort nog wel eens van mensen die met pensioen zijn en waar de fles bij tijds open gaat, zal ik maar zeggen. Dus dan is uw boodschap aan uw achterban, stop met drinken? Nee, mijn boodschap aan de achterban is, als je een lekker glaasje wil drinken, moet je dat zeker doen. Daar gaat het niet om. Het gaat erom mensen die probleemdrinkers zijn. Mensen die drinken omdat ze in de schulden zitten. Die drinken omdat ze verstoorde familierelaties hebben. Sprake is van ouderenmishandeling. Ik ben bij al die mensen achter de voordeur geweest. Maar dan moet je de schulden oplossen en aanpakken. En dat moet aangepakt worden. Ja. En 40 dagen geen druk, waar echt ongelooflijk veel geld naartoe gaat. Naar dit soort projecten. Het is niet één, maar het zijn er vele. Ja. Ook als het gaat over eenzaamheidsbestrijding. Dat is weggegooid geld. Ja. Dat moet structureel gebeuren. Aan de andere kant van de muur zit de Tweede Kamer. Ja. En in die Tweede Kamer zitten nu 4 andere Kamerleden. Ja. Onder leiding van Corrie van Brenk. Ja. En daar zit ook Leonie Sazias in bijvoorbeeld. Ja. Die heb ik nogal vaak vragen horen stellen over of die verkiezingen wel door moeten kunnen gaan. Ja. Wat vindt u? Inmiddels? Ik denk zeker dat de verkiezingen door kunnen gaan. Ik heb begrepen dat er buitengewoon goede maatregelen genomen zijn bij de stembureaus. Mensen kunnen per post stemmen. Mensen kunnen iemand machtigen. Dus het lijkt mij ook inderdaad dat die verkiezingen door kunnen gaan. Dus mevrouw Sazias maakt zich ten onrechte veel zorgen? Nee, ik denk dat mevrouw Sazias, dat het heel goed is dat er Kamervragen zijn gesteld om ook inderdaad het kabinet scherp te houden op het feit dat bijvoorbeeld onze doelgroep het toch ook best wel wat spannend vindt om te gaan stemmen. Ja. Dus ik denk dat het goed is dat er extra maatregelen zijn genomen om het in ieder geval helemaal coronaproef te laten plaatsvinden. Ja. Wanneer zijn die verkiezingen voor u een succes eigenlijk? Als we in ieder geval houden wat we hebben. Dus ik zou heel blij zijn als we de 4 zetels kunnen houden. Ik heb natuurlijk geweldige fractiemedewerkers in de fractie zitten. En iedereen hoopt zijn baan te kunnen houden. En ik hoop ook dat wij als team dat kunnen realiseren met elkaar. En het zou heel mooi zijn als we er eentje bij zouden kunnen krijgen. Ja, maar de consolidatie is het uitgangspunt. Ja. Ja, en dan is het wel een handicap dat de meeste mensen die overwegen op 50 plus te stemmen denken dat Henk Krol nog steeds het boegbeeld is.
Ja, kijk, Henk heeft natuurlijk hele goede dingen gedaan. En hij noemt 50PLUS ook nog heel erg vaak. Ook in zijn campagne en ook op straat. Ja. Maar ik denk inmiddels dat mensen toch ook wel weten dat Henk weg is. En dat er een nieuwe lijsttrekker is. Nou ja, tenzij hij één zetel wint in de Kamer en zich alsnog bij u aansluit. Nee, dat gaat niet gebeuren. Nee? Nee. Henk is niet meer welkom bij 50PLUS. Kijk, qua samenwerking is Henk altijd welkom als het gaat over de inhoud. Is iedereen welkom om met 50PLUS samen te werken? Ja, dat begrijp ik. Zo zit het coalitieland in elkaar. Ik vind echt heel erg dat als je twee keer bent weggegaan, dan moet je dat niet nog een derde keer doen. En ook weer terugkomen. Dus wat mij betreft is altijd weg, is weg. Je neemt dat besluit wel overwogen. Dat heeft Henk ook gedaan. En ik denk ook niet dat Henk overweegt om weer terug te komen. Dat lijkt me ook geen goed idee. Zit u inmiddels dan richting die verkiezingen wel weer op één lijn met de fractievoorzitter in de Eerste Kamer van Rooyen en met de nummer 3 op de lijst die nogal ontevreden was over uw uitspraken eerder over de AOW-leeftijd en de pensioenen? Ja, kijk, een fractie is natuurlijk nooit eenheidsworst. In een fractie, zowel met Eerste als Tweede Kamerleden, moet je met elkaar discussiëren. Dat houdt over het algemeen zit de leiding van een politieke partij meestal wel op één lijn. Ja, en dan moet je wel discussiëren, moet je elkaar scherp houden. We hebben een verkiezingsprogramma, dat hebben onze leden vastgesteld. En daar houden wij ons allemaal aan. Ja, nee, maar dat is een antwoord. Maar vond u het zelf een antwoord op de vraag eigenlijk? Ja, ik vond het eigenlijk wel een goed antwoord op de vraag. Ik vroeg eigenlijk of de leiding van die partij weer op één lijn zat. En of de verschillen van inzicht en dat de irritaties inmiddels zijn gladgestreken. Nou, de leiding van de partij zit op één lijn. Want dan heb je het over de politiek leider, het bestuur en de fractievoorzitter Eerste Kamer. Daar is een prima overleg mee. En die samenwerking die zie ik ook met veel plezier tegemoet. Dus wat hij zegt over de pensioenen en het pensioenakkoord en hoe het verder moet, dat is ook uw lijn? Wat wij samen vinden, dat komt inhoudelijk grotendeels met elkaar overeen. Wat wel het verschil is, is de tone of voice. Daar zit een verschil in. En ik heb geweldige mensen op mijn kandidatenlijst staan die ook veel verstand van pensioenen hebben. En we gaan binnenkort ook met elkaar even praten over hoe we naar die uitwerking kijken. Ja. En wat wij echt met elkaar op dat wensenlijstje willen hebben en wat ook in die uitwerking van het pensioenakkoord moet zitten, willen we met elkaar ja of nee zeggen. Ja, maar zit u nou op één lijn of niet? Ja, wij zitten grotendeels op één lijn. Maar nogmaals, het is geen eenheidsworst. Dus er zitten wel wat verschillen in, maar die zijn overbrugbaar. Maar goed, u zegt over dat pensioenakkoord, om dan terug te komen op het onderwerp waar we mee begonnen. Mm. Ik vind dat je wel moet kijken wat haalbaar is. Dus u bent meer compromisgericht dan sommige anderen. En nou, daar zit wel enig licht tussen de standpunten. Ja, kijk, weet je, ik zei al, het is de manier waarop het ook heel erg belangrijk is. Ik vind het belangrijk om te praten. Er is een eikpunt van 67 jaar qua pensioenleeftijd. Maar laten we ook even heel eerlijk zijn. Je kunt nogmaals nee blijven roepen, daar bereik je niks mee. En de meeste mensen beseffen ook heel goed dat toen de AOW werd ingevoerd, werkten we veel langer en genoten we minder lang van die AOW. Nu werken we minder lang en gaan we steeds langer genieten van die AOW. Iemand moet het betalen. Ja. Dus je moet ook wel, kijk, ik ben geen politicus die iets belooft wat ik niet waar kan maken. Nee, dus blijft de pensioenleeftijd gewoon op 67? Het eikpunt blijft 67, maar nogmaals, wij willen het mogelijk maken en daar gaan we heel hard aan het werk. Het eerste wat we doen, als we in de fractie zitten om mogelijk te maken dat mensen met 65 ook een volledige uitkering kunnen hebben. Want nu zie je dat mensen Maar niet iedereen dus. Nee, maar de mensen, nou ja, zeker wel. Iedereen zou dat moeten kunnen. Dat is echt iedereen het uitgangspunt. Die dat wil, maar niet voor het hele land. Nee, want niet het hele land wil ook gewoon doorwerken of eerder stoppen. Met andere woorden, 67 is en blijft 67. Het eikpunt, ja. Goed. 4 zetels, hè, zei u. Ja. En als het er minder worden? Ja, dat is heel vervelend, maar daar ga ik niet van uit. En als u in uw eentje overblijft, blijft u dan of gaat u dan weg? Zeker, dan blijf ik. Maar dat zou wel heel erg eenzaam zijn, ja. Ja. Goed, nou, nog 2 weken te gaan. Zaaltjes kent u niet in. En zeker niet met de leeftijd van uw achterban. Nee. Lijkt me bijzonder onverstandig. Ja. Dus dat is met sociale media misschien ook niet zo makkelijk om die groep te bereiken? Nou, onze doelgroep zit voornamelijk wel op Facebook. Dus daar hebben we een mooie campagne. Dus daar kan het wel. En we hebben heel veel in het land abris zichtbaar en pers en regionaal. Ik dank u zeer voor uw komst van de tijd. Graag gedaan. Tot morgen, dames en heren. 1 op 1, de lijsttrekkers met Sven Kokkelman.